Hey yo kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe aflevering van GTA 5. En jongens, zo net kreeg ik aan het eind van de vorige aflevering een telefoontje van de psychiater of zoiets. Dr. Freelander, ik weet het niet. En we kunnen hem nou bezoeken bij dit leuke icoontje genaamd Shrink. Dus ja, helemaal prima. Eens even kijken, wat kunnen we gaan doen? We kunnen naar de L gaan van Lul. Of we kunnen naar de M van Michael gaan. Laten we naar de M van Michael gaan. Sure, why not? Het zal wel eens een huis zijn, want er zijn altijd problemen. Want, nou ja, het is het huis van Michael en dat is nooit zuivere koffie. Goed, wel, autootje. We hebben een vervoermiddel nodig. Het maakt me niet uit wat het is, al is het een fucking ezel. Het interesseert me niet. Alles wat maar sneller is dan de benenwagen. Eens even zien. Nou, hier hebben we een autootje. Stelt niet zo heel veel voor, maar het zal wel. Holy shit, fucking sportbak. Goed. Hé, dit is dezelfde auto die Michael thuis heeft. Van een afstand leek het gewoon een doodnormale auto. Alleen, dit is een fucking sportauto. Prima, I'll take it. Oké, zo, rare bocht hier, oké. Goed. Nou, ik moet binnenkort toch maar eens even op zoek naar iets van een fancy auto voor Michael. Want het is een beetje magisch op dit moment met alle auto's. Wat de fuck was dat, in de furnace? Nee, dat is geen Infernus. Ik ben altijd op de lookout naar Infernus. Ja, Achman, donder de god, man. Hup, zo niet meer erop. Het enige wat ik zoek is in de furnace volgens mij een goede Matty Michael. En de rest van jullie auto's. Hi meneer. Mag ik uw auto al? Die wil ik wel graag. Nee, dat hoef ik niet. Die scheidbak. Zo niet meer erop, man. Zo'n autootje hoef ik niet. Echt serieus. Ja, godvergeme man. Richting aanwijzen. Ooit van gehoord? Nee. Jezus. Mooi kasteel hier. Ja, sorry dat daar bepaald. Spijt me heel erg. Stuur de rekening maar naar het huis van Franklin of zoiets. Het interesseert me niet. Even kijken. Goed, gaan we hier langs. En gaan wij hier langs. En dan is hier Michael's huis. En dan heb ik het waypoint aan de verkeerde kant van de straat gezet. GG. Eens even kijken. Zo, hallo. God, ik kan geen auto parkeren hier in huis. Geweldig geparkeerd, Michael. Zoals altijd. Eens even kijken, goed. Jezus, die deur hebben ook al een hele hoop voor de klauwen gehad. Jongen, man. Wordt er alleen maar mee gegooid hier. Lekkere bak met chips. Nom. Daddy's little girl. Oké, gaat de missie zo heten kennelijk. Fuck. Michael kan niet eens de tv verstaan hier. Oh god, nu gaat het krijgen. Oorlog in de keuken. Nee, zoals altijd. Go away. What? Go watch your linear entertainment. Go watch porn. Just go away. Shit. Ga je doen? Goed zo. Nee, dat was jouw televisie. Mom was right about you. You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole. Hey, well, why don't you do something? Jij hebt mijn boot proberen te verkopen. Dat ben ik nog steeds niet vergeten hoor. Maar loze kutkoter. I just want you to do something. Besides, sit there eating. Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. God. I'm just trying to help you. Ja, Michael, dat doe je ook echt heel goed. Mensen tv's kapot slaan, uitschelden. Prima. Jongen, man. Heb ook echt heel veel aan. Ach, kom dan met die idee. Michael is ook niet echt de snurste. Jee, fietsen. Goed zo, kunnen we lekker gaan fietsen. Wat daar heb ik wel zin in. En onderweg koop ik even een nieuwe tv. Wordt wel kleiner, want het slurpt stroom. Dat wil je niet weten. Verschrikkelijk. Zou ik ook mijn geld en niks anders buiten geven. Michael heeft nu epische badslippers. En dat valt me ook nu pas op, hè. Geweldig. Wie heeft mijn auto zo neergezet?
Nou, het zal wel. Even kijken of Michael's auto er nog staat eigenlijk. God non de jus. Michael's auto is ook weg. Waarom reset hij die auto's toch? Waarom? Jongens, laat eens achter in de comments. Waarom reset GTA de auto's? Even kijken. Waarom ga ik... Die kwam onverwachts. Ik wou zeggen, waarom ga ik in godsnaam allemaal naar die meuk toe? Ik moet dat uitzetten en dan moeten we helemaal... What the fuck, we moeten weer in godsnaam helemaal heen, man. Dit is de fucking andere kant van de hele map. Wel, jezus. Zet de sokken er maar vast in, Michael. Oh, Michael, rustig aan, man. Je vliegt hier alle kanten op, letterlijk. Eens even kijken. Oh, god. Nou, eens even kijken of we de sokken er even flink in kunnen zetten. Ja, hallo. Meneer met de autoding. Hou je bek, man. Je hebt niet eens je rijbewijs. Je hebt geen idee wat het inhoudt. Shut your pie hole. Dat is de zin van Avatar. En niet de Avatar van Ong en zo, maar de Avatar met de blauwe, met die smurfen. Die blauwe mensjes. En misschien zal dat wel weer van iets anders zijn afgeleid. Ik weet het ook allemaal niet hoor, ik houd er allemaal niet bij. Shit, dit gaat veel te hard. Aan de kant, toet. Oké. Oh, in de ankers, Michael, we moeten hier af. En pas op nou, want die gaat weer veel te hard. Oh god, en dat rijmt en dat doet en dat is gewoon weer prachtig gesproken hier. Kijk eens aan, we zijn er al bijna. Dit gaat heel snel met deze auto. Ik mag deze auto wel. Mooi snel en alles. Ik had altijd nog wat betere auto's. En de furnace is natuurlijk nog sneller. En die auto die ik eerst had, die is natuurlijk nog helemaal sneller. Die auto van Franklin, maar ja. Als ik een mens neer wil schieten, dan schiet ik een mens neer, man. Dan moet je gewoon even je kop overhouden. Kijk hier, ik zal je laten zien wat ik bedoel. Bam, zo. Oh nee, toch? Ge fucking weldig. Nou ja. You have received an invite to use your channel. Geschikt. Ja, het traject maar geen reet. Ik wil twee fietsen. Oh, mooie racefiets. Nee, wacht. Ik wil deze mooie BMX hebben. Select a bike. Ja, ik zeg het. Ik wil die BMX. Geef dat. Ik wil de BMX. Jee, BMX fiets. Hoe moet ik fietsen dan, in godsnaam? Oh, ah, oké. Okay. Ik heb de BMX. Het is mijn mooie BMX fiets. La 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 la. Kijk eens aan, jongen. Dat ding is fucking cool. Gewoon de BMX voor mijn grote Mattie Michael. Oké, moet remmen en zo. Reverse. Ja. Oké, prima. Ik ga gewoon aan zitten spammen. Dat haalt mij nooit in. Fiets. Fiets sneller, Michael. Kom op. Oh, is dit een ramp? Of een ramp? Een ramp. Waarom zeg ik ramp? Het is geen ramp. Het is een grote steen. Het is ook geen helling waar ik overheen kan springen met mijn mooie BMX'je. God, dan mag graffiti, moet je kijken. Nee, zonde. Thuis blijven, een zonde. Zo'n reclame van Sister Act. Ik haal de randomste meuk erbij. Oké, we gaan hier even off-road. Hup, zo, mensen aan de kant. Zo, die er een eind op. Ik fiets jullie allemaal onder, persoonlijk als het moet. Move it, serieus. Gunk, zo. Zo, die moet erop. Jij ook. Sterf. Hup, aan de kant. Doet. Hij heeft geen fietsbel, jammer. Ja, doet. Ik zou ook maar goed door de stad lopen. Komt er zo'n maniak op die fiets staan. Zo van. En die fietst iedereen helemaal plat. Geweldig. Wat moeten we nu heen? Moeten we hier op? Oké. Nu hier langs. Shit. Oh god. Bijsturen. Oké. Hey, we zijn op de pier. De pier van Scheveningen. Die is failliet. Nou, lekker rustig wel. Maar. Het ziet er niet naar uit dat deze pier failliet is. Boom. You have run out of stamina. Pushing your body any harder will cause you to lose health. Het boeit me niet. Ik moet mijn kind verslaan. Stukje verder nog. La 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 la. Oké. Kijk eens aan, man. Helemaal uitgeput. Good times.
Het geld komt toch allemaal uit mijn portemonnee, want je betaalt toch van een zak geld. En een zak geld komt uit mijn portemonnee, dus dat betreft. Heb ik een midlife crisis? Geweldig. Nou wil ik helemaal een roze auto. I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. Geweldig. Je hebt je dochter echt heel goed opgevoed, Margot. Echt heel goed. That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat, the one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? The fuck? Fuck. Ah, Dad, wait. Dun, 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 dun. Michael, Jezus, jij faalt echt in home. Oké, omhoog. Omhoog, Michael. Oké, hold L and A to swim. En rapidly tap A to swim fast, oké. Dan, 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 ik ben een grote haai. Dan, 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 dan. Wacht. Press RB. Jee, oceaan. Zou er ergens een schatkist op de grond liggen of zo? Dat zou cool zijn. Hoef ik die gast ook niet meer te betalen. Dan geef ik hem gewoon die schatkist. Zo van Yolo Polo Cats. Kijk eens dat ik heb opgevest uit Vanpucci Beach of zoiets. Ik weet niet of dit is. Ik weet niet eens of dit Vanpucci Beach is. Dat zal wel. Goede golven hier zeg. We gaan even een rondje Los Santos doen. Ik was even helemaal vergeten hoe het eiland hier heet. Of hoe de ding hier heet. De plaats. Oh mijn god, jetskis. Oh mijn god, ik wil zo'n jetski. Michael, pak eens even zo'n jetski, gast. Kom op, pak er even een. Nou, klim eens maar eens omhoog. Ga eens je dochter maar eens even halen. En dan gaan we maar eens even op zo'n jetski rijden, lijkt me. Oh mijn god, totaal fout. Haha, sorry, met dit soort dingen in het water. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno. Ja, zo praat je hier, nee, jij neger. Mom rented our house to them last summer. What? Our house? Yeah. Man, you gotta kill her bad. Isn't that awesome? Let's go. Those walls to talk. Geweldig, wel, die foam door maar eens even met een sweep handelen, want... Hup, zo... Ja, maar jij bent zo'n onbehouden tienerdochter die allemaal porno doet. Oh mijn god, kom eens een homo aan. Oké, en nu? Oh, jee, jetskis, we mogen op jetskis. Geweldig. Ja, mens, ben dan onderweg. Niet zo schreeuwen, alsjeblieft niet. Want dan sorry met je zo met huid en haar van die idiote waterscooter af. Serieus. Ja, lose the purse of zoiets. Nou, ik moet die lui weer kwijtraken. Oké. Gefucking wel, mijn dochter gaat om met drugdealers. Geweldig. Maar ze gaat om met mij en ik ben een drugsdealer, dus wat dat betreft. Kennelijk rijden we nou door Finici of zoiets. Ik vind het helemaal prima. Snel, Michael. We moeten even snel rijden nu. Boeten hier op de weg. Hè? Miep, miep, miep. Godverdee. Michael, rij nou eens even goed, man. Dit schiet niet op, dit. Kom op, gas erop. Kijk, waar zijn ze? Oh, Jezus. Godverdee. Oh, my. Oh, wat erg. Oh. Jezus. Nee. Exit this mission, will result, lose it. Nee. Michael dead. Oké.
Michael Dead, nee, Michael Died. Gefuck, hé. Geweldig. Ik kijk even niet. En jawel, een fucking boot vaart over mij heen. Gefucking geweldig. What the fuck is dat gele ding alweer? En natuurlijk worden we weer beschoten. Nou, ik heb in ieder geval een schild achter mij zitten. Human shield. Nou. Dus even zien, kom op, hup. Nu gaan we eens even niet falen. En niet omkijken. Ze moeten achteruitkijkspiegels op die dingen zetten. Ja, weet je wat allemaal wel? Ik heb het 2 keer verteld, stom wijf. Nou ja, dit is de 2e keer dat je het vertelt. Hebben we geen wapen? Oké. Hallo, ga sterven doen. Ga sterven doen. Hup. God Jesus. Kijk, dit is weer helemaal prima. Of niet? Rijden met dat ding. God, ik ben weer de verkeerde kant op gegaan al. Fucking geweldig. Ja, up. Doei doei. Lotter losers. Ja, het interesseert me gereed, mens. Dat gezeik. Ik moet gewoon je kop dicht houden en mij gewoon het werk laten doen. Komt er dit keer geen boot aan? Nee, oké. Okay. Moet je wel neerschieten natuurlijk. Kom op, hup, sterven. Ga sterven doen. Boeien op de weg hier. Nou, kom op, sterven. Oké, okay, nou, we zijn ze kwijt. Oké, okay, dat is iets. Zijn ze toch kwijt, mens? Zeker dat niet zo. Alsjeblieft, doe me een lol, hè. Go to shore. Oké, okay, seems legit. Ring, ring, ring. Vroom. Nou. My god, ik heb gewoon een schotwond in mijn schouder gewoon. Het interesseert me geen reet, mens. Zo, huppakee. Nou, veilig aan land. Jezus, dat weet dat spoort echt niet, hè. Man, ik sta erbij, ik kan het allemaal horen. Michael, ik snap je helemaal, gast. Oh my god, geweldig. Nou, mission pass, daddy's little girl, silver. Faster than the fish, dat hebben we helaas niet gehaald. Nou ja, wel 84%, dat is iets in ieder geval. Goed, en nu? Even roken. Even lekker peukje roken aan het strand. La 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 la. Eens even kijken. Goed, wel, ik wil eens even kijken of we nog iets van een jetski kunnen vinden of zoiets. Eens even zien. Zijn die jetskis? Zo ja, dan gaan we daar iets leuks mee doen in de volgende aflevering. Ah, nou weet je wat jongens, ik ga het gewoon niet meer spoileren. Ik ga er hier gewoon mee ophouden. Tot volgende keer, bedankt voor het kijken. Vergeet niet om een bootlading met groene duimpje. Oh mijn god, wat is dit nou? Michael, my money, where is it? Do you have it? I want to see you again next time. Oh god, toon erop man. Maar goed, bedankt voor het kijken jongens. Tot de volgende keer. Vergeet niet om een like achter te laten. En abonneer trouwens voor meer GTA 5. Oh, daar staan jetskis daarbuiten. Oké, dat is cool. Dus bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij meer GTA 5. Dus ja, later mensen.